Wat we hebben gehad is dat eigenlijk alle organisaties die zich bemoeien met de woningfinancieringsmarkt, die zijn allemaal gericht geweest op restrictie. Het NIBUD, de AFM, de overheid, de NHG, hebben het allemaal moeilijker gemaakt om een woning te financieren. En we moeten nu zeggen, het is genoeg. Woningen kopen is eigenlijk weer goedkoop geworden. Laten we de mensen de financieringsinstrumenten geven die ze nodig hebben om daar gebruik van te maken. En laat die markt met rust. Het beleid is nu voorbij. We hebben in 2005 een lange termijn berekening gemaakt van de huizenmarkt. En hebben gezien dat eigenlijk de huizenprijzen in evenwicht zijn ten opzichte van de huren en de rentes. En dat betekent dat we in 2005 geen bubbel in de markt hadden. En sindsdien is het eigenlijk nog erger geworden, want de prijzen zijn sindsdien met 10% gezakt. En de huren zijn met ruim 20% gestegen. Dus er is een gat tussen koop en huur ontstaan van 30%. En huur is nu eigenlijk veel te duur en koop is relatief goedkoop. En toch kopen de mensen niet. En de mensen kopen niet door al die restricties die de overheid jaar in jaar uit over de markt gooit. En mijn pleidooi is dat dat moet stoppen. We hebben toch een huizenbubbel in Nederland? Ik denk niet dat we een huizenbubbel hebben in Nederland. Ik denk ook niet dat we hem hadden in 2007. Als je kijkt naar de rapporten van IMF en OECD en Economist, die zeggen altijd dat ze naar de lange termijn kijken. Maar feitelijk gaat die data niet verder terug dan tot 1970 ongeveer. En als je dan kijkt naar de verhoudingen tussen prijsontwikkeling en huurontwikkeling, en dan kan je concluderen dat prijzen relatief duur zijn en huren relatief goedkoop. Dat is heel erg afhankelijk van de toevallige periode waar je net naar kijkt. Ja, en als er dan in de jaren 70 de prijzen net relatief al hoog waren, dan kom je snel hoog uit. Dus wat je moet doen om dat tegen te gaan, is kijken naar de hele lange termijn. En dat hebben we gedaan. We hebben gekeken vanaf 1793 tot 2005. Hebben we gekeken naar koopprijzen voor Nederland. Hebben we gekeken naar huren. En hebben we gekeken naar de rente. Als je die drie dingen samenneemt, de huur is de kaststroom, die maak je contant, krijg je een koopprijs. Dan zien we dat 2005 was er evenwicht. Nederland heeft dus beleid gemaakt ten aanzien van een huizenbubbel, terwijl er geen bubbel was. Nou, Nederland heeft inderdaad beleid gemaakt, maar dat beleid gemaakt dat is op twee ideeën gebaseerd. Ten eerste, er is een bubbel en die bubbel moet eruit. We gaan die bubbel defleren en dat is goed, want kijk, in Amerika hebben we dat niet gedaan. En dan krijg je een harde crash, moet wel niet hebben, dus die gaan we defleren. Tweede is natuurlijk dat Nederland qua hypotheekschuld ten opzichte van het bruto nationaal product heel hoog staat, eigenlijk de hoogste van de wereld. Daar zijn we wereldkampioen in. Eindelijk gidsland, zou je mogen zeggen. Maar dat komt natuurlijk door de hypotheekrenteaftrek, et cetera. En door de situatie dat wij meer konden lenen dan de waarde van je huis. En daar moest wat aan gedaan worden. Alleen de vraag is, moet je dat jaar in, jaar uit doen? En dat is eigenlijk gebeurd sinds 2005. Bijna ieder jaar is er een zware verkrappende maatregel genomen in de woningfinancieringsmarkt. Die heeft het voor de mensen consistent moeilijker gemaakt en moeilijker gemaakt en moeilijker gemaakt om een woning te huren. En dus, om een woning te kopen, sorry. En dus koopt niemand. Terwijl die mensen wel kunnen huren. Terwijl ja, of je nou het geld besteedt aan huren of aan kopen, het is dezelfde inkomsten die je ervoor nodig hebt. Dus als je zou kunnen huren, zou je in principe ook moeten kunnen kopen. Maar dat kan niet, want daar hebben we allemaal restricties op gezet in termen van loan-to-value, in service-to-income ratio, in NHG-premie, in hypotheekrenteaftrek, etc. En het is genoeg. Met andere woorden, we moeten nu een ander beleid gaan voeren. Ja, we moeten het beleid wat we nu zouden moeten gaan voeren is, oké, we hebben nu we hebben nu gezorgd dat die prijzen niet verder stijgen. Nou, goed verder zo. Nou is het mooi geweest. Nu moeten we die markt weer tot rust laten komen. En zorgen dat er verder geen ingrepen zijn. Zodat mensen weer een beslissing durven te nemen. En dat mensen rustig weer een woning durven kopen. Want de woningmarkt is gewoon goedkoop nu.